liedje geschreven waar voor mij heel veel gevoel in ligt. Het gaat vooral over liefde. Ik heb dat liedje geschreven om, ja, om afscheid te kunnen nemen. Ik ben Anna, ik ben op dit moment 28 jaar. Ik noem mijzelf op dit moment een levensgenieter, omdat ik nu niet echt in een situatie zit waarin ik kan gaan werken. Ja, sinds vorig jaar, in november, dan bleek dat ik een uitgezaaid ovariumcarcinoom had. Sinds begin juli is eigenlijk duidelijk dat die 5 maanden chemo, dat die eigenlijk weinig hebben uitgehaald. En ik heb dan zelf beslist om niet terug te starten met chemo, maar eigenlijk mijn laatste maanden dat ik hier nu nog ben, te genieten en door te brengen met mijn familie, mijn vrienden. Ik heb intussen heel veel dingen kunnen doen, maar ik ben nog altijd ziek en ik word iedere dag, denk ik, een beetje zieker. Ja. Hanne. Oei. Post, goed. Kom. Ik heb op die laatste maanden dat ik ziek ben, denk ik, dat heeft mij als persoon veel veranderd. Dat heeft mij, denk ik, een stukje matuurder gemaakt, een stukje volwassener laten worden. Maar dat heeft mij ook wel laten beseffen dat er een aantal zaken in het leven echt belangrijk zijn. Dat gaat over iedereen proberen graag zien. Ook de mensen waarmee het niet altijd klikt. Dat is niet altijd evident, maar ik probeer toch in iedereen die ik tegenkom op mijn weg eerst en vooral het goede te zien. Iedereen is uniek en iedereen heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Ik durf dat soms ook wel aangeven van wij liggen elkaar niet, onze karakters botsen, maar ik ben meestal wel heel blij achteraf dat we dan toch een heel diepzinnig gesprek hebben kunnen voeren en dat er dan soms heel mooie dingen kunnen gezegd worden die ik anders misschien nooit zou tegen hen zeggen. Als ik niet ziek was geweest, dan had ik dat waarschijnlijk nooit gedaan. Ja, is lekker. Ja. Zijn ze nog een keer opgekomen? Mijn ouders zijn heel vroeg uit elkaar gegaan. Ik was nog maar 1 jaar oud. Mijn mama had het goederecht, dus ik heb altijd bij mijn mama gewoond. Mijn vader heeft in een heel lange periode bezoekrecht gehad, om de 14 dagen een weekend. En als ik in mijn puberjaren zat, is dat zo wat misgelopen. Dan heb ik op een bepaalde dag eigenlijk zelf een beetje uitgemaakt dat ik geen contact meer wou, omwille van een aantal redenen. Als mijn vader gestorven is, ik was toen net 18 jaar, dan heb ik daar heel, heel lang eigenlijk innerlijk mee gevochten. Ik had het zeer moeilijk om daarover te praten. Ik heb dat gaandeweg geleerd. Het maakt wel een stukje wie ik vandaag ben en hoe ik over omgaan met mensen, over omgaan met vrienden denk en hoe ik het zelf ook probeer toe te passen. Want overal zal ik altijd een beetje zijn. In de dal, in de regen, maar ook in zonneschijn. Geloven betekent voor mij heel veel. Zeker nu ik ziek ben, is het vertrouwen in dat geloof en de kracht die dat mij dat geeft alleen maar sterker geworden. Veel mensen die ziek worden, die stellen de waarom-vraag. Waarom ik? Waarom doet je mij dat aan? Waarom laat je mij sterven? Of waarom laat je mij ziek zijn? Of waarom neemt je mij alles af wat ik eigenlijk in handen had op dat moment? En ik denk dat de juiste manier is hoe ik met geloof omgaat, dat ik aanvoel dat God meegaat met mij. En dat maakt het voor mij eigenlijk alleen maar sterker. En moest God er niet zijn, dan denk ik dat ik al lang de hoop had opgegeven. Wil je het eens lezen, mama? Ik ben heel bang voor, niet voor het sterven, maar wel voor de weg ernaartoe. Schrik dat ik pijn zal hebben en ook dat ik mij in die pijn zal verliezen. Dat gaat overheersen en dat ik niet meer helder ga kunnen denken. En dat maakt mij op zich wel bang. Het feit dat ik het op het einde niet meer in de hand zal hebben. En dat ik op dat moment misschien ook niet meer de dingen zal kunnen zeggen die ik nog heel graag wil zeggen.
Gewoon dat ik mensen graag zie. Ja! Ja! Op dit moment is er één stukje uit het evangelie waar ik heel veel mee bezig ben. Dat is ook de tekst die ik gekozen heb voor mijn afscheid. Jezus spreekt daar over het graan. Dat het graan niet kan groeien als het niet in de aarde valt. En die ene graankorrel die dan uiteindelijk wel uitgroeit, die kan iets zeer mooi worden. Misschien kan ik zelf ook een graankorreltje zijn door wat ik beteken voor mijn familie, voor mijn vrienden. Dat hoeft niet groot te zijn, maar het belangrijkste dat ik hen wil meegeven is dat ik hen graag zie en dat ik dat een zeer zinvolle boodschap vind. Voor mij is God liefde. En die overtuiging wordt elke dag groter. Omdat ik wel besef dat Hij heeft altijd het goede met ons voor. En ook al sta ik nu echt in het lijden, ben ik ziek. Ik denk dat Hij er wel voor zorgt dat ik hier liefdevol omringd word. Dat Hij mij heeft laten zien wat dat liefde echt betekent. Dat ik zelf mensen kan liefhebben, maar dat mensen mij ook respecteren om wie ik ben en mij zo een stukje graag zien en liefhebben. Maar voor mij is God zeker liefde. Ik hoop dat mensen mij herinneren om om mijn stomme stoten dat ik vroeger uithaalde. Om mijn humor, om mijn lach. Over hoe dat ik in het leven sta en probeer om een goed mens te zijn.